Jan, komt weer. 3, 2... Ja, wacht even. Ja, stond je al aan of niet? Ja. Electronic Arts is het jaar denderend begonnen met eigenlijk te veel titels om op te noemen. Noem ze even op. Mass Effect 2 voor de PlayStation 3, Dead Space 2, Dragon Age 2, Shift 2 Unleashed, Crysis 2, Bulletstorm, Sims Middeleeuwen. Nou, het is eigenlijk niet te veel om op te noemen, want Jan noemt ze net op, maar ze gaan 2011 lekker verder. En daarom zijn we hier in Londen op de zoveelste showcase waar we de line-up van de rest van 2011 te horen krijgen. De eerste game waar we het over gaan hebben komt van Nederlandse bodem en de game heet Gatling Gears. Ja, het is een downloadable game van Amsterdamse studio. Ze zijn al een jaar mee bezig. Het komt voor Xbox 360, PlayStation 3 en PC. Ja, dat is een Amsterdamse studio en daar werkt al wel 40 man en 25 man. Die hebben een jaar lang aan dit spel gewerkt. Ja, je zit, eigenlijk is het leukst met z'n tweeën in co-op. Je zit in een soort robot, een soort mech. Eén speelt een meisje en de andere een oude gast. Dat is een nichtje en een oom van elkaar. En het is gewoon knallen. Ja. Met je linker stick op je controller bestuur je die mech door de levels, top-down. Met je rechter stick draai je rond en dan gaan je Gatling Gears knallen. Het is echt super simpel. Je gaat zitten, je pakt de controller, je hebt het in 3,5 seconden door. En het is ook eigenlijk binnen 3,5 seconden al leuk. Ja. Je bent als een idioot ben je aan het ratelen in die game. Je ratelt om je heen, je schiet allemaal dudes neer. Allemaal kleine robotjes, maar ook vliegende spaceships die van bovenaf komen. Die schieten raketten af. Die raketten komen, veranderen weer in 10 andere raketten. Waardoor het op een gegeven moment mayhem... Chaos. Maar heerlijk arcade chaos, weet je. Je hebt turrets, je kunt inderdaad naast die gewone Gatling gun... heb je ook nog raketten die je kunt pointen op een kunt lokken. Ja, je hebt gewoon een beetje ad hoc raketten. Nou, wat natuurlijk zijn er her en der kistjes om jezelf te repairen. Je kunt upgrades krijgen waardoor je triple guns krijgt, quadra guns. Het gaat uiteindelijk om de score en om het overleven. En dat is met name ook heel belangrijk. De nadruk ligt op co-op. Als Jan doodgaat of als ik doodga, dan is het ook over. Dan zijn we game over. Nou, er liggen overal soort repair kits en die moet je dus ook tactisch verdelen. Jan pakt op een gegeven moment alle repair kits, waardoor ik op een gegeven moment gewoon geen leven meer had. En ja, dan is Jan dus ook dood. Dus dat hadden we nog niet helemaal door in het begin. Heb ik niet goed ingeschat, nee. Maar ja, het is toch een beetje dat survival of the fittest. Ja, er is ook trouwens een super duper ultra attack. Dat is gewoon, dat komen er allemaal dudes aan. Op een gegeven moment ben je het overzicht helemaal kwijt. Dan ga je druk je op I of driehoekje en dan boom, een soort atoombom ontploft er. En dan zijn alle vijanden dood. En dan begin je weer opnieuw. Dat kan je niet al te vaak doen. Nee, je hebt die race ook van iedere keer als je iets hebt kapot gemaakt. Of het nou een vliegend ruimteschip is of een turret. Dan blijft er allemaal boutjes en moertjes over. Ja. Die moet je verzamelen. Daarmee power je dat ook weer. En dat is een soort, multiplier effect. Ja. Het gaat uiteindelijk om de score en om het overleven. En aan het eind van het level krijg je dan een eindbaas. Ja. Gatling Gears ziet er verschrikkelijk cartoony uit. Ik had een beetje een gevoel van het is een soort cartoony variant van StarCraft. Wat op zich al van zichzelf cartoony is. Ja, maar dan veel met grovere lijnen, veel meer stripachtig. Ja, heel erg stripachtig. Ook heel erg overbelicht. De kleurtjes groen en geel zijn heel fel. Het heeft iets heel aandoenlijks, iets heel koddigs. Ook de personages van die oom en dat nichtje, het ziet er allemaal heel erg aaibaar uit. Er zijn ongeveer 5 levels die ik heb gezien. 5 werelden. 5 werelden inderdaad. En de speelduur wordt geschat op zo'n 5 uur. En dat is best wel lang voor een downloadable game. Zeker. En hij zegt ook afhankelijk van de moeilijkheidsgraad. Want het wordt per wereld wordt het moeilijker. En wij hebben hem op easy en op medium gespeeld. En zeker naarmate de game vordert, wordt het echt bikkel op een gegeven moment. Zie je het gewoon niet meer. Dus ik denk dat als je een paar keer afgaat, dat je de game nog wel een paar uur langer kunt spelen. Ja. Goed, dat was Gatling Gears, een Nederlandse game. Hartstikke leuk. Ik denk dat hij een klein tientje kost en in mei uit gaat komen. Iedereen moet hem halen, want steunt Hollands gewaar. Ja, Hollands gewaar op je Xbox, PlayStation 3 of de PC. Ergens in mei. Nog geen tientje, schat ik. En dan gaan we het in de volgende PUTV afleveringen hebben over Battlefield 3. Battlefield 3, mijn hoofd trilt nog na. Maar ook Alice the Mad Returns, een beetje een persoonlijk favorietje van mij. Ja, heel leuk sfeertje. En we hebben ook nog Shadow of the Damned. En we hebben nog Kings of Amalur: The Reckoning. Dus zorg dat je blijft kijken naar PUTV.